Hallo, hier zijn we weer vanuit de Biep met een nieuw verhaaltje. Dit keer is de titel van het verhaaltje Rikki en de tuin van Opa. Veel plezier! Mama, kom je! We staan al lang klaar, roept Rikki. Ik ben er zo, roept mama terug. Eventjes geduld nog, jongens. Terwijl ze op mama wachten, doen papa en Ricky pootje lopen. Een oud spelletje. Links, rechts, links, rechts. Opa heeft me dit geleerd, zegt papa. Leuk hè? Vroeger speelden hij en ik het vaak. Jij en opa, zegt Ricky met een glimlach. Eindelijk is mama klaar. In het weekend gaan Ricky, mama en papa vaak op bezoek bij oma en opa. Het is Ricky's lievelingsuitstapje. Oma is lief en kan de mooiste verhalen vertellen. En opa leert hem alles over de natuur. Als ze aankomen loopt Ricky meteen door naar de tuin. Hij slaat het paadje naast de perenboom in. Loopt langs de struik waar de merel zijn nest geeft en voorbij het bloemperk, tot gij bij opa's groentetuin komt. Dat is Rikkies favoriete plekje. Het is er ongelooflijk mooi. Opa kweekt er uien, aardappelen, sla, peterselie, prei, zelder en nog veel meer. Alle groenten staan netjes op rijtjes en bij elk rijtje staat een bordje met de naam. Rikki kent een heleboel namen van groenten. Die heeft opa hem geleerd. Rikki zoekt de worteltjes die hij een tijdje geleden zelf gezaaid heeft. Oh ja, daar! En? Wat vind je ervan? vraagt een stem die Rikki erg goed kent. Ze zijn weer flink gegroeid, hè? Opa, roept Rikkie blij. Ik heb je niet horen aankomen. Straks gaan we een bosje van jouw wortelen oogsten, belooft opa. Maar eerst hebben we werk te doen. Hij bindt een rode zakdoek met witte stippen om Rikkie's hals. Zo eentje als hij zelf omgeeft. Om het zweet in op te vangen. Hé opa, glundert Rikkie. Samen gaan ze een nieuw stukje tuin omspitten. Opa laat Rikki zien hoe hij de schop precies moet vasthouden. Overal waar ze de grond losmaken, kruipen wormen uit de aarde. Wormen laten de grond ademen, zegt Opa. Daardoor groeit alles beter. Wat is dit? vraagt Rikki. Hij heeft een stukje hout opgegraven. Een wasknijper van lang geleden, zegt opa. Ja, jongen, het zit hier vol oude schatten. Neem hem maar mee voor je verzameling. Daarna harken ze de grond weer effen en spannen ze een koord over de aarde. Met een stok kan Rikkie er nu een mooie rechte lijn intrekken. Dat heeft hij al een paar keer mogen doen. Perfect gedaan, jongen, prijst opa. Wat zaaien we vandaag? vraagt Rikkie benieuwd. Spinazie, antwoordt opa. Een groente waar je peren sterk van wordt. Opa schudt wat zaadjes uit het pakje. Kijk, Krikie, zegt hij. Dit zijn nu spinaziezaadjes. Opa schudt wat zaadjes uit een pakje. Kijk, Krikie, zegt hij. Dit zijn nu spinaziezaadjes. Die mag jij. In het lijntje zaaien. Maar niet te dicht bij elkaar, want dan groeien ze niet goed. Eén voor één legt Rikki de zaadjes mooi uit elkaar in de aarde. Dan gaat de lijn weer dicht en giet opa er water over met de gieter. Zo, we hebben weer goed gewerkt, zegt hij tevreden. Er moet nog een bordje bij, opa, zegt Rikki: met spinazie erop. En nu gaan we die wortelen van jou eens proeven, lacht opa. Hij trekt er een paar flinke uit de grond. Hier, proef jij maar eerst. Mmm, lekker! smakt Rikkie met zijn mond vol zoete wortel. Hé, hey, kijk eens opa. Rikkie houdt twee aan één gegroeide wortelen omhoog. Dat is een duo, zegt opa, net zoals wij, en hij slaat zijn arm om Rikke heen. Er is iets wat Rikki zich al een tijdje afvraagt. Hij weet waar de worteltjes aan de spinazie vandaan komen. Ze groeien allemaal uit zaadjes. Maar de zaadjes? Opa, vraagt Rikki, waar komen de zaadjes vandaan? Een hele goede vraag, zegt opa. Kom, ik zal het je laten zien. Als je spinazie laat doorgroeien, komt er een bloem in. Uit die bloem kun je zaadjes halen. Net zoals uit deze zonnebloem hier. Kijk, zegt opa, en hij maakt een paar zonnebloempitten los uit het hart van de bloem. Uit elk van die zaadjes kan een nieuwe zonnebloem groeien. Wauw, zegt Ricky. Weet je wat? Stop er een paar in je broekzak en zaai ze straks bij jullie thuis in de tuin, zegt opa voor. Spit een stukje grond om, stop er een paar zaadjes in, geef ze water. Je zult zien dat er prachtige zonnebloemen uitgroeien. Weet je eigenlijk waarom deze bloem zonnebloem heet? Nee, zegt Rikkie. Wel, antwoordt opa: omdat een zonnebloem de hele dag zijn kopje draait om naar de zon te kunnen kijken. Zo, en nu gaan we naar binnen, naar oma. Kijk eens, oma, zegt Rikki. En hij haalt een paar pitten uit zijn broekzak. Die ga ik zaaien als ik thuis kom. Aha, zonnebloemen, zegt oma. Je moet ze wel allemaal zaaien, hoor, lacht ze geheimzinnig. Er was eens een konijntje dat er eentje was vergeten. En op het einde van de zomer groeide er een zonnebloempje uit zijn broekzak. Dat wilde zeker de zon zien, zegt Rikki. Kan best, zegt oma. En dan schieten ze alle twee in de lach.